Ja, higher ELO, higher speed computers. Een remake of zo, of rebuild of zo, dat komt nu ook. Ik zou eigenlijk Samsung White Renga wel echt graag willen hebben. Van de Renga skins vind ik die denk ik het leukst. Net als die Twitch skin is ook leuk van Samsung White. Ja, ik vind die Samsung White skins tot nu toe wel de echte de vetste. Maar er komen binnenkort ook weer SKT's skins. Omdat ze... Omdat die hebben gewonnen. Ja, dus er komen er weer 5. Ja, maar je hebt die Renga, die eerste Renga skin, nou die vind ik sowieso niet echt geweldig. Je hebt dan ook die, een of andere Assassin Renga skin ofzo, ik weet niet wat dat is, maar... die vind ik, zeg maar waar je die muts af kan doen en op kan doen, zeg maar. Nou die vind ik, ja die is op zich ook wel vet. Maar ik vind die Samsung White skin toch wel denk ik wel het leukste. Die is ook het goedkoopste volgens mij, die kost maar 7,50 denk ik. Ja, die gesponsorde skins zijn... Het zou wel leuk zijn geweest als ze zoiets had kunnen doen met die skins. Dat je die Samsung White skin shard dan kon onderruilen voor een andere Samsung White skin shard. Ik dacht dat hij weer van mij was. Die is toch voor de bobbelen in de grond. Ja, die gemstone die staat er ook zo mooi. Daar komt hij alweer met zijn gem power. Pro gem power. Gaat die gemstone niet dood? Nou, we denken zelf. Gem power. En nou, hij gaat toch wel eraan. Nou, wat komt Echo doen? De gem power die dacht ook. Oh,
Kom, rennen! Rennen, Rengo! En dan is het stop. Ik weet ook niet waarom die dan op blijft. A sublime duet. Doen jullie loop mee? Ik kom niet. Nee, doe maar niet. Ja, maar wat doen jullie daar? Wat doen jullie daar? Ja, ik gern had moeten komen. Zij is allemaal LeBlanc, hè? Om niet in een bosje te campen, hè? Ik ga even testen of ik dat nou echt fijner vind. Om dan het jungle item over te slaan met Renga. Want er zijn, lijkt me meerdere mensen. Er zijn blijkbaar veel mensen die dat ook doen. Nou, is het jungle item niet juist altijd OP? En draai je het 42 of zo? Ja, maar je hebt de Tiamat ook gehaald. En je hebt dan een beter jungle clear en zo. Dus ja. Maar de gems zijn ook de healer. Ganken. Derek zit ergens daar met een HP of zo. Ja. Nou, dat ben je toch niet serieus? Wat is dat nou weer voor onzin? Je wil niet weten wat daar gebeurde. Ik drukte op mijn E. En mijn E had af moeten gaan. Maar in plaats van dat hij afging. Weet je wat er daar... ze kickte mij weg. En daarna ging mijn Ebola de paal. Is wat de hel? Ebola?
Dat zijn mijn mensen. Ah, dat was zo flauw. Anders hadden we... Ja, daar hebben ze nu allebei ook gekeld, man. GG Lucian. GG Lucian. Oh, wait! Ja, ik vind het ook zo grappig, dat het zo apart dat je Deathfire Torch neemt op Jin. Nou ja, met die ulti, hè? Nou, het is denk ik ook gewoon puur omdat je hebt niet zoveel aan die andere dingen eigenlijk. Omdat je zo weinig tekst hebt eigenlijk. Nou. Ik moet altijd Thunder Lords nemen. Waarschijnlijk is Thunder Lords nog steeds beter, zeg maar, gewoon als je dat... Als je echt heel erg gaat ownen, zeg maar. Op Ezreal en op Darius doe heb ik ook Thunder Lords. Gewoon omdat je gewoon meer damage doet algeheel. Nou, waar is die steen en die ander? Zit er vast bij die... Nee, maar zodat je dan als zodat je snel wat een tiermaat kan krijgen, zodat je meer one burst potential hebt. En zodat je dan ook eerder dat het Humo's Goat blaadje kan kopen. Ja, dan kan ik zo meteen natuurlijk die... Hoe heet dat? Dat ene item kopen, Trinity. Heb ik die cooldown weer dicht genoeg. Je hoeft je ulti niet te gebruiken. Dat is helemaal geen fun. Lightning Blade! Lightning Blade! Lightning Blade is de strongest mossel. Accelerated movement. Dat is die. Nee? Ja, jij moet hem hebben. Ik wil hem niet. Ik ben aan het azen op die fan, maar die fucking taak gaat straks gewoon ulten, daar heb ik geen zin in. Die heeft ze net al. Dat ging weer finaal mis.
dat heb ik een klein beetje verpest. Ik zat de hele tijd te wachten op Fijn. Ik had er eerder mee moeten gaan. Nee, ik ging erin en toen liep ze echt gewoon net in zo'n enorme mainwave. En toen was het eigenlijk al verpest. En toen raakte ik dat. An enemy is unstoppable. Fort Garen feeding bear. Ik moet verzinnen. Bitch motherfucker fat my top. Ja, daar ga ik niet aan beginnen. Bitch motherfucker fed my top. Has destroyed a turret. An enemy has been slain. Hey! Nice decision making, Ren. Ja, ik ga toch niet serieus die gevierde polybeer proberen te killen. Dat ga ik echt niet overleven. Zelfs als hij niet gefeed is, ga ik dat niet overleven. Ga dat ding maar even vol. Hey, fuck off, Tarik. Nou, hoe raakt die stem al nog? Komt een beer naar bod, een beer naar bod, een beer. Zal ik Fijn even beten? Ik kan Fijn wel even beten. Misschien denkt ze nu eigenlijk even te eten. Prepare your anus, Fijn. Ja joh, kom hier beet. Kom op. Ik weet niet wat hij denkt, maar ik kan... Ja, ik moet echt meer gefeed zijn dan dit om zo'n Rengar dan te killen. En hij is nu... Dat gaat echt niet werken. From my mind to
Gaat het echt maar beter om? Direct in de flex. Raak jij aan de flex, jij maar mee. Niet. Dit gaat ook wel in de herder, die domme beer al. Ja, ik heb helemaal geen zin om een polybeer te gaan proberen te killen. Of nou, het ging niet echt te zijn om een polybeer te killen, maar het is polybeer. Dat is al genoeg. Gewoon, als je iets moet doen met de polybeer, dan is het sowieso eigenlijk gewoon al een nee. Verdomme. Fucking kutfame met haar damage. Ja, en LeBlanc ook. Nee, they are late game. Gooi je muziek maar even op die turret. Godverdomme. Ja, die beer komt niet meer weg. Deze uur weg kan er alweer. Ik zat hier met Rengar ook alweer. Dan heb ik allemaal weer even niet gespeeld en dan gaat hij weer winnen. Ach, geweldig. Ik doe damage op Folibam. Taartje heel snel weer. Let's go.
Dat was domme. Maar ik heb zo'n hekel aan langs de pet. Dat is zo irritant. Dat is echt zo irritant. Ik heb haar gewoon gekeeld nog hoor. Ja, dat weet ik maar. Toch word ik niet aan. Lieber een check op een mening. Weer ik krijg het dan niet. Maar die B krijgt jou wel. Ja, niet. Ik ben gelijk, hè. Ja, maar lang komt er aan. Doei. Domme. Ik heb Giant Belt gekocht of sowieso. Omdat die LeBlanc drukte gewoon zo met drukte gewoon QR op mij. Toen was ik 30% HP was. Nou dat is echt. Dat, als dat gebeurt, dan denk ik echt van please remove LeBlanc, denk ik dan. Het is zo flauw. Het is eigenlijk nog erger dan Folibear. Want dan kan ze dus gewoon zo injumpen. En dan QR doen. En dan gewoon weer weg zijn. En dat is echt gewoon nul race. Hij draait over van dat ze die dan of zo wel hoge damage willen geven, want hij race het gewoon, maar ja, LeBlanc doet ook, heel veel damage, dus hij doet ook meer. En dat is geen race, zo ongeveer. Daar komt het wel enigszins op neer, ja. Als je haar eindelijk hebt, dan kan dat, hij heeft die leuke finishes. En dan is er iets van 2 seconden, moet je haar killen en anders springt ze. Ik heb hem! Nee! Nee! Gebeurt Echo! Gebeurt Echo! Nee! Gebeurt Echo! Oh, dat is zo niet eerlijk dat hangen, Smite. Mag ik dat Smite wel weer weghalen? Ja, ik weet niet hoe, maar ik heb die Folibear gewoon 1 voor 1 nu. Maar het moet gewoon niet zo zijn als je daar met je last zit. Gewoon... Nou, en ik heb weer de meeste vak van iedereen. Ik heb eigenlijk bijna alle de meeste van. En ja, ook als jungle heb ik dat vaak. En we kijken ook wat die enemy LeBlanc is. En kijk wat die Echo gevangen heeft. Nou, aan de ene kant, als je in het verliezende team zit als jungle zijn, dan heb je sowieso 5 bij een farm. Die oh, nou die probeert het echt zo. Nou, dat had Echo nog beter niet kunnen doen. Ik dacht even dat hij weg kwam. Maar ja, dan duk de beer, druk dan even op R. En dan heeft hij in één keer ook range. Ja, again wordt even geen paard. Know you who you are feeding LeBlanc. Baron? Adagio, summoner. And you're not doing it now too. Ik weet niet waarom die Jhin ineens... Ja. Die mensen hier die zeggen ook echt van... Ja, je carried als je een goede score hebt volgens mij. Ja, wil ik niet hebben, Echo.
Ik wil Fane! An enemy has been slain. Wee! Jump daar maar niet naartoe. Dat was inderdaad een beetje beginnen. Holy shit, die jump. Pak hem. Daarop zeggen. Nou. Ja, als ik mijn ulti heb, dan ga je er gewoon altijd mee aan. Hoor. Ik kan de turret niet aanvallen, hoe je meen je. Victor!